Dag, dit is Vincent Voordendag, directielid bij het Krullenmuller Museum. En ik heb zojuist het filmpje van Micha Wertheim bekeken, wat hij heeft opgenomen tijdens zijn residentie in het Krullenmuller. Volgens mij heeft hij er enorm van genoten, wij in ieder geval wel van zijn komst. Hij heeft meteen vrienden gemaakt met de jongens van de tuindienst, met de mannen van de beveiliging. Hij heeft overnacht in een kunstwerk zelfs, heeft een bad genomen in het vijvertje in de patio in de Van Goghvleugel. Zijn zwembroek door het museum heen gelopen, rondjes door de tuin gejogd. Volgens mij het maximale eruit gehaald en een aantal dingen gedaan waar ik zelf alleen maar van durf te dromen. En hij heeft dat gewoon gedaan. Een grote fascinatie voor de soms duistere manier waarop het museum tot stand is gekomen. Tegelijkertijd voor de schoonheid die daaruit voortgekomen is. En hij zocht daar een symbool voor en heeft dat gevonden in het werk van George Ricci in de patio in de Van Goghvleugel. Twee L-vormige objecten die als een kracht en een tegenkracht om elkaar heen draaien, zonder elkaar ooit te raken, als in een dans. En hij heeft die fascinatie heel mooi, vind ik, weergegeven in zijn film. Daar dank ik hem voor. Ik hoop dat heel veel mensen die fascinatie delen en ook eens langskomen en een kijkje nemen bij ons in het Krullenmuller Museum.